bon dia, nieuwe dag. Dit is weer een nieuwe vlog. Jawel jongens, weer een nieuwe vlog hier op Curaçao. Haha. Zon schijnt flink hier zo. En vandaag gaan we weer een dag zwemmen. De familie is al aan het zwemmen, maar wij hebben wat dingen eerst om te regelen. Izar is gisteravond hier aangekomen. En we gaan auto fixen met hem. Jaylin gaat vandaag voor het eerst zijn haren doen. Hij gaat zijn haren bij de kapper scheren. Dus super veel zin in. Hopelijk gaat hij stil zitten. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. A few moments later. Baby boy, je gaat je haren knippen. Ja? Je voorste haren gaat weg, hè, papi. Yeah. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Kijk mensen, Thijs, Jaylin heeft zijn haren gedaan. Wow, bonita papi. Bonita. Ja. A few moments later. Hi Dizzy, we gaan het. We hebben hier Alana ook. En Zia. Lekker aan het zwemmen. We zijn vandaag weer bij Basketball Beach. Twee dagen achter elkaar bij Basketball Beach. Ja, dat is nog nooit gebeurd volgens mij. Ja, de reden is dat de family hier wil komen. Ja, iedereen was al hier eigenlijk, dus we hebben gewoon gejoined. Is niet erg. Ze zijn aan het zwemmen, man. Dus is alleen maar goed. Ja, zometeen. Dus we gaan hier wel een paar uurtjes blijven vandaag. Dus we gaan sowieso eten en weet ik het allemaal. Dus dat komt allemaal goed. Voor hier bij Kassenbouw, kijk eens. Vandaag met Izar. Hey. Tio. Hey. Daar is Douchi en JD. De rest is de family is er ook. Inke, Charlotte, Esme, Anne, Zia, Des, Quincy. We zijn er allemaal vandaag. Is Mees er ook? Mees? Daar is hij. Ik heb Mees niet gezien. Okay. Mees. Is er ook? Nee, ze komen. Oh, maar hij is er wel. Ja. Oké. Okay. Dus iedereen is er. Oké. Mama, ben jij gekomen? Ik ben gekomen, ja. Leuk toch? Ja, en Omi. Omi is met Jaylin. Hi Dizzy. Zeg je hi tegen de mensen thuis? Zeg hallo vlog. Hallo, ik heb die. Wat hebben ze die? Laat ze zien. Wow, mooi man. Wat is dat? Wat is dat? Een dinootje. Een dinootje hier. Kijk. Wow, wow.
moments later. Het is knock-out, jongens. Zo, dan zijn we thuis. Een paar uurtjes gezongen met de hele familie. En zodra we in de auto waren, was ze weg, Dougie. Yep. Ze was kapot. Ze was kapot. Oei, oei, oei. Hey, we zijn thuis. Gaan even kijken hoe het met de kleine boefje ook hier is. 3 hours later. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, I was family time. Kijken over. Oh ja! We zitten hier bij Passewak met z'n allen. Family time, gezellig man. I love the fact I didn't let her go. She was so fat that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive.